Take your marks. Wisselslag gaan we beginnen, dus de titelverdediger Mike Marissen in baan nummer 6. Heeft een persoonlijk score van 1,56,57 en dat is de tweede tijd ooit gewonnen in Nederland op de 200 meter wisselslag. Hij keert hier om als eerste in 25,63. De tweede tijd is er voor Carlos Volk en de derde tijd voor Sebas van Lid in baan nummer 5. Als we naar de rugslag gaan en zien dat Marissen een hele mooie voorsprong genomen heeft op de rest van het veld, die hij niet zomaar af zal gaan staan in de andere slagen. Maar we stonden op dit moment in tweede positie, denk ik. Marissen dus aan de leiding 55-48, dat zit rondom zijn persoonlijk record. 55-28 is zijn persoonlijk record tussentijds. Stolk dus op derde positie. Zeepas van dit in tweede, moet zijn Stolk in vier. En zijn koplinkling in derde positie. 57-71 is zijn doorkomsttijd. Ik denk dat Marissen op de schoolslag dan probeert vol te houden en te brengen hier. En dan na die vrije slag de laatste 50 meter in deze wisselslag. Het is niet helemaal Lucas. Het is inderdaad Sebas van Lid op 2, Kyle Stolk op 3. En Mike Marissen met 1,30,46 op de eerste plek aan de leiding. Als we aan die vlinderslag gaan beginnen. Nee, slag. Marissen dus aan de leiding en hij keert hier als eerste voor naar de finish te gaan. Hij stond nu in tweede positie. De Sebas van Lid in derde positie. Hij komt nu dichterbij. Het is iemand Marissen die gaat winnen. En de tweede plek wordt voor Karel Stolk 2-0-0-0-7. Derde plek dus voor Sebas van Lid 2.